De laatste tijd gaan de mediaoptredens van Caroline van der Plas niet echt lekker. Het ging in de zomer nog goed toen liet ze gezellig haar nieuwe sushi jasje zien aan Hart van Nederland, maar nu is het allemaal een beetje boos en verongelijkt. Het begon vorige week in op één, waar ze zich zo defensief gedroeg dat ze op een gegeven moment sorry zei. Maar Caroline heeft dat kribbige nog steeds niet van zich afgeschud. Ze zat maandag in Goedemorgen Nederland en toen begon het ook weer. Presentatrice Maike Timmerman wilde daar weten wie er naar een eventueel premiersdebat op televisie zou gaan, zijzelf of haar recentelijk gepresenteerde premierskandidaat Mona Keizer. Het zorgde voor ergernis bij de BBB-voorvrouw. Daar zijn we het ook over eens. Als er een debat komt en het gaat over de Tweede Kamerverkiezingen, dan is het doorgaans de lijsttrekker die dat doet en dat zal bij ons niet anders zijn. Er is ook helemaal geen ruzie of gedoe over. Ik vind het altijd. Maike verbaast, dat impliceer ik ook totaal niet. Caroline stond gisteren voor de camera van een vandaag, en daar was ze weer niet gediend van een vraag over Dirk Jan Epping, het Tweede Kamerlid dat is overgestapt van JA21 naar BBB. Als iemand vijf keer van partij verandert, wordt hij daar een betere politicus van? Ze antwoordt Kribbig: in vijftig jaar. Heb je Dylan Jesiutczos gevraagd dat ze in tien jaar vier partijen heeft gehad? De een vandaag verslaggever die heeft daar ook vragen over gehad. Caroline, ja, maar maakt haar dat dan een slechter kamerlid voor VVD? Eén vandaag vindt het best opvallend dat Caroline overal kamerleden weghaalt. U zit met drie overstappers in één fractie, is dat geen garantie voor Heibel? Caroline, pissig, ik vind dat zo'n raar frame dat jullie steeds leggen: ruzie, ruzie, ruzie. Is dat alles? Nee, later op de avond zat ze gisteren ook nog in de talkshow van Humberto Tan en daar had ze er opeens bezwaar tegen dat hij Mona Keizer de premieskandidaat, van BBB noemt. Terwijl Caroline dat gewoon zelf zo heeft aangekondigd. Humberto reageert verrast. Ik zag uit mijn ooghoek bij de presentatietekst toen ik zei: Premierskandidaat, dat je deze deed, schud hoofd, red. Caroline, nee, wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer 2 van de kandidatenlijst. En als wij ooit in een coalitie komen en er zal gevraagd worden aan ons om een premier te leveren, dan is zij de kandidaat, maar dat is een beetje lang voor een krantenkop. Dat snap ik. Ze bijt de media toe, dus dan maken de kranten ervan, en dat is niet hun schuld, helemaal niet. Jongens, media, ik geef jullie niet de schuld. Maar ze wordt nu steeds gepresenteerd als de premierskandidaat, maar wij hebben haar echt wel gepresenteerd als de nummer twee van de lijst.